Wij zijn Aldi Miseria en we zijn de 16e geselecteerde voor de nieuwe richting. En we spelen vanavond op Studio Brussel. Doen we even deze stukje. Gewoon zo, de feeling is een beetje anders bij ons drieën. Drie, we waren eigenlijk vrienden op het conservatorium. En de fluitiste, de gitariste en de pianiste en ik, wij wouden samen iets doen. Maar er bestond niet echt muziek voor die bezetting. En dan hebben we naar Jeroen gevraagd of hij muziek voor ons wou schrijven. En dan bleek dat heel coole muziek te zijn waarvoor we een drum nodig hadden. En dan heeft Jeroen en Annabel gevraagd of ze wou meedoen. We zijn al zoveel te samen, elke keer als we spelen. Maar als we dan goesting hebben om op de lappen te gaan, we zijn de eerste dat elkaar bellen. Gewoon omdat... Welle, we hebben elkaar. We zijn een familieke toch? Dat is waar. Ja. Ja, dat is waar. Ik ben hier warm te worden. Nikki is... Smel die mannen hier in ons gebied. Ik ben niet gewoon, al die mannen. Jezus. Ik sta erbij. Ik sta er gewoon bij. Het is gezellig tussen vijf vrouwen. Dat brengt andere situaties teweeg dan dat er met alleen mannen in een band zit. Dat valt toch mee, denk ik. Er wordt iets meer gebabbeld dan in een band met alleen mannen. Ik denk dat we eerst een half uur spenderen aan koffie halen. En een beetje bijkletsen, want ja, als er al één dag voorbij is, dan kan er al veel gebeuren. Veel gebeuren op een dag. Maar voor de rest verschilt dat niet zoveel met een mannenband, denk ik. Af en toe zo bij die tegentijden samen met Symbel, zo. Allee, dat altijd af en toe zijn een keer ernaast. Af en toe. Maar de rest was keimooi en je outfit is... Je ziet er wel. Ik voel echt ongelooflijk schone kousen. Volgens mij zijn ze niet van ik. Volgens mij zijn ze al kapot. Als ik muziek schrijf voor al die miseria, dan schrijf ik niet voor de bezetting gitaar, bas, drum. Nee, ik schrijf voor Annelies. Ik schrijf niet voor een fluit, ik schrijf voor Annelies die dan de fluit speelt. Ja, het idee is echt wel van, dat zijn de muzikanten en zij vijf, ze hebben eigenlijk technisch bijna geen beperkingen. Dus dat is een goed geschenk voor de schrijver. Oké, pauze! Ja. Oei, dat is te veel schmink. Wat? Oei. Hi. Nu is mijn gezicht weer bruiner dan mijn décolleté en nu moet ik mijn décolleté weer gaan betijen. Ik ben precies een blond en blauw slaap. Zit die bas oké? Want ik heb niets van de kloppen bijgedragen. Ah, maar pak mijn gitaar dan. Ja, nee. Nee, dat is te laat. Nee, dat is te laat. Ik wil het proberen, ja. Kom, doe het al zeer. Nee, doe het al een paar. De mijne staan in de hang, hè. Leg dat met de kop. Voor mij is het gelijk als het blijft. Een beetje zo op te spijt. Ja, maar wij komen toch weer net over. Zit jij comfortabel op deze gitaar, Nicky? Ja. Dus gewoon even ontsteken. Zo, hè. Ja, oké. Zet die een band ook om, dan moet je die niet meer veranderen. Dat is dus al die miseria. Ze staan klaar om een live radiodebuut te maken. Hier is Al die Miseria met Imai. We'll be right back.
Schrijf je nu in en speel binnenkort live op Studio Brussel en in Magazinski.